Het Arnhemse Museum 4045 heeft een etui uit de Tweede Wereldoorlog gekregen. En dit is niet het etuietje wat je graag ziet op de basisschool van je kinderen, maar hier zijn ze er heel erg blij mee. Het bevat namelijk hele bijzondere martelwerktuigen uit de Tweede Wereldoorlog van de Gestapo. Wat heeft u gekregen? Een etui met allemaal martelwerktuigen erin. Waar werd het voor gebruikt, denkt u? Om mensen te martelen. Van wie heeft u het gekregen? Is anoniem. Die man wilde het niet zeggen. Hij wilde het liever kwijt dan rijk. Okay. En hij wilde niet zeggen waar het vandaan kwam. En later zei hij, dus, het komt uit de buurt van de Utrechtseweg. Dus. Waarom denkt u dat hij het niet wou zeggen? Ja, er hangt misschien wel een bekende naam achter. Ik weet het niet. Ik zou het niet weten. Ja. En wat zit er in de etui? Onder andere een mica doosje met iets, een rare substantie erin. Wat het is, weet ik niet. Hoef ik de ogen ook echt niet te weten, hoor. Want, nee, gaat u dat niet onderzoeken? Nee. Het kan misschien wel heel zwaargif zijn, ik weet het niet. Nou, hier zit ook een substantie in, wat poeder. Ik weet niet wat het is. Nog steeds ook niet. Nou, hier een spuit en de naalden. Een pincet. Nou, dat schaartje waar ik het straks over had. Om pezen door te knippen of wat ook. In ieder geval om iemand wel pijn te doen. En dan heel scherp mesje. Ja. Dat is alles wat die man nodig had. Dus je kunt zien dat het geen arts is geweest. Maar je kunt ook de gebruikssporen zien allemaal. Dat het echt wel goed is gebruikt. Het is van iemand van de Gestapo geweest. En die ging dus op bezoek bij iemand. En die werd ondervraagd. En als hij dat niet wilde praten, dan werd dat spul ingezet. Ja. Bij burgers uit Arnhem ook? Waarschijnlijk verzetsrijders, ja, uit Arnhem. Ja. Komt hier uit Arnhem, dus. En hoe heeft u de authenticiteit van de etui nagekeken? Of heeft u iets onderzocht? Ja, men moet ook ergens in geloven. En je moet ook het gevoel hebben dat het goed is. Maar je ziet aan de etui dat die oud is. En de sluiting, de kleur. Het is ook Duits. Een Duitse Weermachtskleur, zeg maar, zit erop. En er zitten een hele hoop slijtplekken erop. Dus het is wel oud. Ja. Het is niet zomaar iets wat ze zomaar gemaakt hebben, zeg maar. Ja. En bent u blij met de etui? Aan de ene kant wel. Aan de andere kant denk ik toch wat... Dat mensen elkaar dat aan kunnen doen, dus dat zoiets bestaat. Maar ik ben er wel blij mee, want ik had zoiets nooit zullen kopen. Maar we hebben het nu gekregen voor het museum en het komt uit Arnhem, dus ik ga het etaleren. Het etuietje is vanaf begin 2019 te zien in het Oorlogsmuseum 4045.